beste changers, en welkom bij de soulstorm die ik ga hebben met een super madame, ook een pionier, Lieve Burens. Welkom Lieve hier in de House of Change. Dank je. En het is in de reeks van pioniers dat ik heel graag met jou een babbel wil hebben. Want Lieve Burens, mental coach, hadden we dus ook in het eerste jaar van Change Magazine, hadden we een heel inspirerend interview met haar. En ik wilde daar heel graag bij, in het speciaal dossier, een andere kijk op schoonheid. Want ik vond dat toen zo'n mooie madame, die straalde van binnen naar buiten. En dat is het, hè. En nu is ze 10 jaar later hier. Ja. En ze straalt nog altijd zo. Dankjewel. Echt waar. Dat is heel fijn, dankjewel. Ja. Lieve. Ik wil dat compliment ook teruggeven, als het mag. Oké, dankjewel. Je straalt eigenlijk ook wel altijd. Ja, hè? Als je doet wat je graag doet, dan denk ik wel dat die straal, dat straalt. Ik denk dat daar mensen dat voelen. Ja, 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 ja. Maar we evolueëren wel, hè, lieve. Dus, we evolueren, je mag dat zelfs wel worden ouder noemen. ja. Maakt niet uit. Maar dat is ook zo. Dat is ook zo. That's life. That's life. En dat lijkt mij alleen maar leuk. Ik heb het ook altijd alleen maar leuk gevonden. Ja. Ik vind verjaren nog altijd leuk. Ja. Ik weet niet, dat gaat blijven duren. Maar ja, ik vind het ook. En wij gaan eten en we maken feestjes. En dus dat mag gevierd worden. Ja, inderdaad, vieren. Jezelf vieren, bij God. Inderdaad. Jezelf vieren. Ja, ja, vieren. Ja, ja, ja. En dan met mensen. Met mensen met, die met je draagt. Mensen. Ja, oh, heerlijk. Heerlijk. Ja. Ik ga even terug naar 10 jaar dus dat ik mijn grote droom lanceerde. Een blad die alles andere bekeek. En dus... Dus het blad is onhold moeten zitten door de persoonlijke uitdaging die ik had. En nu zijn eigenlijk alle dingen in dat blad stonden allemaal wel. De wereld smult daar nu van. Ja, dus coaching, yoga, mindfulness en zo dingen. Dus eigenlijk voel ik mij een klein beetje pionier misschien, met dat ik relatief of misschien te vroeg was met dat ding. Wie weet, ja. Ja, en daarom heb ik heel graag andere pioniers bij mij om het even te hebben over dat pionier zijn. Voel jij je geen pionier, Lieve? Want jij was toch ook heel vroeg met dertig jaar geleden. Ik een vreemde eend in de bijt, zeker als ik met filosofieën, of toen misschien te grote theorieën kwam, over het positief zijn. Ik weet niet of ik een pionier was, in België zeker wel, ja. Ik denk dat 30 jaar geleden, coaching was, dat bestond allemaal niet, het coachen bestond ook niet. Nee. Het zou wel een stuk pionier geweest zijn, maar er waren toch al wel wat mensen mee bezig die gelijkgestemde zielen, zou je dat kunnen noemen. Ja. Maar ook mensen die in het positieve denken kwamen. Ja. En daaruit willen vertrekken. Hè? Ja, en vanwaar was jouw je passie of de waarom ben je daarmee begonnen? Dat je zegt van, was dat ook om een positieve wereld mee te creëren? Of vanwaar kwam die passie dat je zegt van een positiever leven misschien. Ik denk niet dat ik zoveel stilgestaan heb met het woord positief. Mm-hmm. Dat was zeker niet het doel. Voor mij, ik gaf toen ook les. Ik was model toen. Ja. Dus ik stond midden in de modewereld. De ene dag was al gemakkelijker dan de andere. Ja. Soms waren de kritieken niet zo goed. Als je goed geslapen had. Het moest allemaal helemaal juist zijn. Mm-hmm. Maar ik gaf ook les. Ik gaf sportbegeleiding. Sportbegeleiding. Ja, sportbegeleiding, dat kon op alle gebieden zijn. Dat kon ondersteunend zijn voor een topsport, maar dat kon ook evenzeer zijn voor Jan, Piet, Pier en Paul en voor ons. Om aan ons billen en ons dingen en al die dingen een beetje in vorm te houden, om spierkracht. Maar ik besefte al heel snel dat we daar ook meer energie door kregen. Maar ik stelde me eigenlijk de vraag, waarom werkt het voor de ene wel en voor de andere niet? Mm-hmm. En ik denk dat daar alles begonnen is met die vraag. Wat is het verschil tussen twee mensen? Ik weet niet dat ik stilgestaan heb met positiviteit. Mm-hmm. Of positivisme. Dat is nu pas. Hè. Dat is de laatste 10 of 20 jaar. Maar toen was dat zeker geen item. Bij mij was het de vraag. Wat is het verschil tussen de mensen? En wat was het antwoord? Geloven. Hoopvol zijn. Mm-hmm. Aan iets beginnen en erachter staan. Ja. Een keuze maken. En er nooit meer op terugkomen. Ja. Weten wat dat gaan doen. Terwijl
zoveel mensen die aan iets beginnen en ondertussen denken ze, goh, had ik niet beter dat gedaan en had ik niet beter dat gedaan en oei, ik zou dat zo moeten doen en oh, dat, zou dat niet beter zijn voor mij? Dan heb ik zoiets van, stop, time out, even terug. Waarom heb je de keuze gemaakt? Welke keuze heb je gemaakt? En sta daar nu toch een keer gewoon achter. Begin met die keuze. Ja. En dat denk ik dat een insteek was. Ja. En voor mezelf, hoe word ik beter? Ja, tuurlijk. Ja, dat is even belangrijk. Hè? Wat ik wel heel snel door had, maar dat heb ik denk ik van mijn familie mee. Wees een rolpatroon. Ja. Wees een voorbeeld met de dingen die je doet, met de dingen walk die je creëert. Walk your talk. Yeah. Walk your talk. Ja. Ja. En ja. Wow, ik denk dat daar mijn ouders gewoon geweldige pioniers geweest zijn. Ja, ja. Ja, dat die waren streng en tegelijkertijd helemaal niet streng. Ja. Ja, ja. Ja. En ook spiritueel ontwikkeld. Ik herinner mij, of je mama toch? Ik weet niet, ja. Nu, ons mama was een bijzondere vrouw in haar denken. Maar nu kom ik erachter, mijn vader is ondertussen 91. Wow. En ja, mama is er niet meer. Ah, ja. Dus nu heb je dan meer contact met je vader. En dan merk ik ineens, moe, je hebt ook een heel speciale ontwikkeling en een bijzondere denkwijze. Het waren zeker bijzondere denkers. Ja. Of dat spiritueel was, weet ik eigenlijk niet. Nee. Zeker dus niet woord, ja, maar zeker niet zozeer met het geloof. Nee. Want je moest wel niks gaan opleggen waar dat zijn. Allee, ja, dat was het dan dus niet. Dus vrijheid was wel belangrijk. Vrijheid was wel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. En liever in die 30 jaar dat jij dat al doet, hè, dus je ziet ze misschien ook allemaal nog, hè, dus het coaching. Als paddenstoelen komen ze uit de grond, op elke hoek van de straat. Ja. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. En hoe voel jij je erbij? Of een tweede vraag is zo van, wat heb jij in die 30 jaar zien veranderen? Want we zijn hier met change bezig. Is er zoiets dat je zegt van, dat heb ik zien veranderen, dat heb ik zien veranderen, daar ben ik mee akkoord, dat zie ik liever niet gebeuren. Ja, dus even over die evolutie in die 30 jaar. Help mij vooral alle items even onthouden. Ja, dat zal ik doen. Wat heb ik zien veranderen? Bewustzijn, zeker en vast. Ja. Mensen zijn een stuk bewuster. En dat is dankzij al die coaches die uit de grond komen. Ja. Want nu zijn er dus meer mensen die het delen. Ja, ja, ja. En ook bladen en media. En magazines, media. Ja, ja, ja. De media is mee. Ja. Daar waar ze vroeger zoiets hadden van, ik denk het niet. In mijn periode als ik begon was dat ja. Maar die zijn nu inderdaad mee. Wat waren de items? Ja. En wel, ja, wat heb je zien veranderen? Wat zijn zo de meeste dingen dat je zegt van, dat heb ik zien veranderen, dat hoort bij de evolutie. Of ook, daar ben ik niet mee. Allee, wat ik daar heb gezien, of wat ik nu zie, dat wil ik toch even... Er zijn zeker een aantal dingen. Het stukje soft. Eén ding is heel belangrijk om als coach te zijn, heb ik in overvloed, dat is empathie. Maar ik help jou niet. Daar help ik jou niet. Nee. Empathie is, ik vind het heel erg voor jou. Maar weet je wat? We gaan wel doorgaan. Ja. Dus ik ben niet akkoord met het overdreven medelijden, het overdreven altruïsme. Want daar helpen we de mensen niet mee. Als mental coach, en om de een of andere reden, en dat vind ik eigenlijk fantastisch, ben ik een beetje in het topsport gebeuren gerold. Dus ondertussen mijn specialiteit. En dat zijn jonge mensen die ik ongelooflijk bewonder, maar waarom? Die moeten meteen opstaan als ze vallen. Ja. Ik ben het ermee eens. Je mag je gerust heel even minder goed voelen. Mm-hmm. Van mij mag je je ronduit slecht voelen. Mm-hmm. Er komt een moment dat je weer moet opstaan. Ja. Ja. En in topsport, dat is tijdelijk. Je moet dat doen in de periode dat je goed bent. Bovendien moet je er ook nog eens voor zorgen dat je goed bent. Die beginnen tijd om te lang in die kuil te blijven liggen. En ik ben het er niet eens met mensen het gevoel te geven dat ze gelijk hebben omdat ze anders zijn. Anders zijn is geen voorrecht. Mm-hmm. Wilt dat zeggen dat je hetzelfde moet zijn? Nee. Iedereen is uniek, hè? Nee. Ja, iedereen is uniek. Mm-hmm. Wij willen ook niet hetzelfde zijn. Nee. Als maar het is niet zo, omdat er iets anders is, wat een beperking zou kunnen meebrengen, dat het een excuus is. Ja. Ja. En, dus het mag geen voorrecht worden. Mm-hmm. Het mag ook geen excuus zijn om dan te zeggen, ah ja, maar ja, daarom moet iedereen zich nu aanpassen aan mij. Nee.
change. Ja. En maak het beste van de riemen die je hebt en van de situatie waar je in zit. Kunnen omgaan met change en met de verandering. Leer met jezelf omgaan en verplicht niet dat de anderen zich moeten aanpassen, want dan werkt het niet meer. Dan ga je nog meer in het slop geraken en ga je nog meer verdwalen. En dat vind ik zo jammer. En ik sta zo achter empathie en luisteren. En dat is oké. Maar er is een moment dat de persoon in kwestie ook opnieuw moet luisteren. Ja. En dat is echt de coaching. Ja. En hoe doe je dat dan? Ben je dan streng? Straffen? Ik zie er ook heel streng uit, hè. Ah ja, want ik... stel nu, je hebt een dip, het gaat niet mee, noem maar op. En die persoon komt op dat moment met jou in contact. Hoe pakt dat dan aan? Ja, ik zeg dan altijd, I'm a blessing in disguise. Dus ik ben zeker een zegen dan. Want ik ga dingen naar boven toveren. Maar in het begin is dat even de wolf. Ik ben niet de wolf in de schapenvacht, maar als schaap kleed ik mij dan als wolf. Want dan zeg ik van, nu ga je wel een klein beetje je beginnen bij je in te pakken. Ja. Maar we doen dat wel op een rustige manier. Waar ben ik streng? Daar waar je nalatig wordt. Of daar waar dat je niet doet wat dat je moet doen. Mm-hmm. Of daar waar dat je constant naar andere dingen wil grijpen. En dan zeg ik, maar stop. Maak een keer iets af. Je bent begonnen aan dit pad. Je zal dit pad moeten afwerken. Haal alsjeblieft dat ene, hoe klein het ook is, succesje binnen. Dat je zoals kan zeggen, oh, wop, dat heb ik goed gedaan. Daar gaat het over. Dat hoeft niet groot te zijn. Eén succes. Eén ding afwerken. Ja. Eén keuze maken en daarbij blijven. En als je als coach dan meegaat op alle verschillende paden van de coacher, mm-hmm, dan ben je heel veel paden aan het bewandelen, maar help je hen niet. Mm-hmm. Maar daar moet je een beetje straf voor zijn. Streng voor zijn. Een weerwoord hebben. Wat niet zo leuk is. En inderdaad het risico lopen. Gelukkig, dat is nog niet gebeurd met mij, want ik krijg dan altijd hele mooie mails terug binnen. Maar het risico lopen dat er een coacher afhaakt. Afhaakt of minstens niet tevreden vertrekt. Misschien wel met het idee, ik ga afhaken, maar ik verzeker het. Die beseffen, terwijl ze onderweg in de auto zitten. Het is waar. Ja, maar dat is waar. Ja. Het risico lopen. Ze weten het wel. In maar ja, de mensen zijn niet dom. Hè. Ja. Dus wij als coach vind ik niet dat we de arrogantie mogen hebben van wij weten het allemaal en zo zal het gebeuren. Nee, mensen zijn niet dom. Nee. Mensen zijn slim, echt. Ja, want als ik zie hoeveel jonge mensen dat er bij mij komen, ik heb een ultieme bewondering, want die zijn zo slim. Ja. Zij doen het wel, hè. Ja, absoluut. Lieve, hoor ik dat jij vooral gespecialiseerd bent in sportcoaching. Dan. Vooral is misschien een te grote, maar het is zeker een specialisatie geworden. Ik heb er op dit moment 3 in de wereldtop. Wauw. Ja, dat is echt wauw. Ik heb me dat een paar maanden geleden beseft. Ik denk vorig jaar ergens, zei ik dat. En dus ik zeg tegen mijn man, ik heb op dit moment gewoon 3 in de wereldtop staan. Wow. En dat vond ik ook wel wauw. Mooi, hè? Tuurlijk, het ego mag af en toe ook worden. Hè? Als ik mijn coaches dat ze dat moeten doen, tuurlijk, moet ik zelf ook zelf tot ook die doen, inzichten komen. Oh. En dat was eigenlijk een zeer aangenaam inzicht. En allemaal in eenzelfde, of het gaat niet over een discipline? Ik zit in wielrennen, ik zit in voetbal, ik zit in tennis. Ik zit ook in ook de media. Mannen dan? Ook mannen of vrouwen dan? Heb je op dit moment, die 2 zijn 2 mannen en 1 vrouw. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar ik zit ook in de mediawereld, de Belgische mediawereld, waar dat er toch wel een aantal mensen zijn die top aan het doorschieten zijn. En niet zomaar door, en in dezelfde filosofie als ik. Ik ga ze even noemen. Dat mag, ik wou het niet vragen, dan dacht ik, het is misschien... Nee, ik ga de topsporters niet noemen, want dan zou ik druk op hun schouders leggen en dat wil ik niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik Eva wel heel even mag noemen. Die heeft zo... Ja. Ah wel, dat is change. Ja. Ja, die heeft een change gedaan. Absoluut. En op een mooie manier. Ja. Die doet echt wat... Met wat ze geleerd heeft. Het is consequent. Ik vind het ook echt een oorlog. En die durft door de kuil gaan, maar die krabbelt daar ook elke keer. Ja, dat is waar. Ja. Want die staat ook op mijn lijstje. Het is nog geen pionier, maar ze doet wel. Ze is naar misschien een nieuwe generatie. Pionier, maar ze is wel als nieuwe generatie. Ja, is het wel. Ja.
Iemand die een deur opent voor heel veel mensen. En ze heeft durven keuzes maken ook. Hè? Dus, ja, wat voor keuzes. Amai, dus dat is echt zeer sterk. Ja, en als ik daarop terugkijk, heb ik wel zoiets van... Wat een schitterende mensen heb ik in mijn leven. Ja, dat is taal. Hè. Dat is rijkdom. Zalig. Dat is hetzelfde. Maar dat, ik vind dat rijkdom. Omringd zijn met gelijkstanden, met mensen die... Ja, ja. En het groeien. En ja. Oh, dit is genieten. Ja. Dus als ik op Instagram of Facebook of in de krant... Ja. Of gewoon naar het nieuws kijk, heb ik zoiets van... Oh. Ja. Zalig, ja. Zalig. Zeg, lieve, en doe jij dat dan allemaal alleen? Want allee, je bent al ook 30 jaar bezig. Je gaat niet zeggen, ja, zoals gezegd, we worden ouder. Ik ben nu ook nog met Change 2.0 begonnen, omdat dat je passie is. Of course. Maar heb jij mensen met wie? Leid jij mensen op die meecoachen? Ik leid dan, zeker mensen op, dat hou ik beperkt. Ooit hebben ze daar eens gezegd, moet jij je niet aanbieden tot bij de VDAB, want je kan coachopleiding gaan volgen in heel veel instituten die dan... bij de VDAB verbonden zijn en dan krijg je daar kredieturen voor. Dat laatste doe ik niet, want dan moet ik het helemaal vrij en open gooien. En we zeggen wel altijd, iedereen kan coach worden en daar ben ik het zeker helemaal mee eens. Maar ik hou het toch beperkt in de coaching die ik kan geven. Daarmee bedoel ik, het vraagt wel iets om een traject, want dat eerste jaar, ik heb op dit moment... ben ik met een nieuwe opleiding bezig. Zitten schitterend mensen in. Die als coach opleidt dan, hè? Die nu in coachopleiding zitten. En dat is dan het eerste jaartraject. En ik zie daar een change. Daar waar dat ze gewoon dachten van, ik volg een opleiding. Ik zeg wel, in het begin is het is wel een opleiding, maar je zal met jezelf aan de slag moeten gaan. Want, maar je kan niet streng zijn als je het zelf niet gedaan hebt. Ja. Als je zelf niet walk your talk doet, je kan niet een theorie verkondigen die je zelf niet ondergaan hebt. Nee. Ja, en daarom wil ik dat een beetje beperkt houden. En niet zomaar ja en altijd iedereen toelaten. Ja. Ik heb nu een schitterende groep van 8 mensen. En wij hebben lol. Oh, wij zien veranderingen. Die ondersteuning die dat zij meteen bij elkaar doen. En dan zijn ze ineens een coach, hè. Ja. Want ze moeten elkaar... Allee, ze moeten niks. Nee, ze mogen elkaar ondersteunen. Ja, ja maar ik had het je alles gezegd aan telefoon. Ja. Het woordje moet heb ik altijd netjes aan de zijkant geschoven tot ik een boek schreef. Ja, daar gaan we het... Het woord wel. Moet. Ja. Ja. Moet. Dus moeten staat wel in je woorden. Gaat. Het staat er bij mij nog in. Als jij een opdracht moet doen, moet je ze doen. Ja, ja, ja. En zowel met een T als met een D. Ja, maar daar ben ik absoluut mee akkoord. Je hebt het al even aangehaald. Je hebt ook een boek geschreven. Ja. Een heel mooi boek, Wit Goud. Onze kleur ook, hè? Dat is helemaal super. Maar dus, dat is dit ook al, hè? Dus het is allemaal zo wit goud. Ja, ja, met een beetje helder blauw. Dank je voor de goede kleur. Ja, het was intuïtief. Ik denk ik ga dat wel doen. Lieve, vertel eens over je boek. Het is ook een praktisch. Het liveboek is. Want de ondertitel is Neem je leven in handen. Alweer de commando. Ja. Ja, als je iets wil doen, moet je, hè, als je leven Ik zou kunnen zeggen, wil je je leven in handen nemen, maar dan heb je de kans om nee te zeggen. Ja. Het zijn voor degenen die het willen. Voor degenen die het willen, ja. Dan zeg ik doen. Ja. Dus er staan zeker theorieën in, naar schijnt doorprikkende theorieën. Dat heb ik ondertussen, dat hoor ik in de recensies. Die mensen... En wat is dan zo bijvoorbeeld een echt doorslaand iets dat mensen zeggen? Ze hebben mij in de week nog eentje gezegd. En toen snapt mij. Komt wel. En als het te binnen schiet, dan zeg ik het. Ja. Nu, ik zou er een aantal kunnen noemen, maar dan noem ik er liever wat dat ze echt gezegd hebben. Ja, ja, ja. Dus en als het te binnen schiet, dan ga ik het zeggen. Ja. Wat is de bedoeling? Dus je krijgt een theorie... Ik heb niks uitgevonden, hè. Ik bevestig een aantal zaken. En dan met die theorie, bijvoorbeeld, vergelijk jezelf niet met anderen. Op een kantoor, we zijn met verschillende mensen. Iedereen heeft daar een unieke taak. Je kan kijken naar iemand en zeggen, oh, ik wil... Die staat er altijd te dansen en die vindt dat altijd plezant om tussen de mensen te zijn. En ik zit hier op mijn kantoortje. Oké, uw werk is misschien altijd gedaan. En die is gewoon... ietsjes gemakkelijker in mensenbabbel. Weet je wat? Ga samen een koffie drinken.
Tuurlijk. En leer van elkaar. Absoluut. Dus dan heb je al geen coach nodig. Wij zeer verrijkend. Mensen moeten elkaar terug ontmoeten. En in plaats van de vergelijking te maken, zeggen, wat kan ik leren? Ja. Dat denk ik dat veel belangrijker is. En stoppen met oordelen. Ja. Dus dat vinden we in het boek terug. Dus een theorie. Maar dan staan er echt wel praktische oefeningen in. Ga voor jezelf eens na. 1. Wie ben je nu? Wie had je graag willen zijn? Mm-hmm. En in de theorie vind je dan de kloof tussen die twee. En die ga je dan zelf moeten invullen met de oefeningen die erin staan. Ah, er staan ook oefeningen bij. Er staan echte, worden begeleid. Maar echte ja. oefeningen in. Ja. Bijvoorbeeld eentje. Gina. G-I-N-A. Ja. Ah, wel. 4 woorden die voor jou belangrijk zijn. Met de G, de I, de N en de A. Ah ja, dat is leuk. Ja, en die heel moeten dat is een keuze die je maakt. Dus je moet daar echt wel tijd voor... Je ja. moet. daar echt wel tijd voor nemen. En, dan en die kijken, woorden betekenen dan... Wat dat ik die vind. Woorden staan voor wie jij bent. En dan hou je je daaraan. Dat is een, een verantwoordelijkheid. Ja. Daar kan je mee aan de slag. Ah, dat is leuk. Dat vind ik een leuke. Ja. Ja, bij mij, mijn eerste letter is een L. Dat is liefde. Oh, ja. Dus alles wat ik doe, ook al loopt het grandioos fout... In mijn achterhoofd zit dan liefde. Ja. Doe het antwoord vanuit liefde. Ook al vind ik het helemaal niet zo leuk. Ja. Maar antwoord tenminste vanuit liefde. Ja, inderdaad. Mijn tweede letter is een I, dat is integriteit. Nu, dat is een woord, daar hang ik heel veel aan op, maar daar ben ik mee opgevoed met dat woord. En integer zijn. Het kan zo fout lopen en ik heb echt wel de integriteit om te zeggen, inderdaad, hier is iets misgelopen, wat kunnen we eraan doen? Maar 1 ding zal ik nooit doen, dat is het bij jou komen leggen. Ja, inderdaad. Want dan heb ik zoiets van... Dat is niet bewust. Hè. Maar zo, dan ben je niet bewust. Dan ben je zo geoccupeerd met jezelf. Ja, ja, ja. En alles wat misloopt, ligt dan buiten jezelf. En eigenlijk... Maar erger nog. Ja. Je geeft de macht weg aan iedereen die daar zit, terwijl de macht ligt hier. Inderdaad. Dus, allee ja... Allee, dan ben je echt destructief met jezelf aan de slag. Ja. Dus integriteit is dan een heel belangrijk woord. Evenwicht. Dat komt dan ook wel uit de Kaboe-methode. Want ik heb een eigen Kaboe-methode uitgewerkt om stil te worden, om met ademhaling, om te visualiseren, om de law of attraction te kunnen uitwerken. En is dat ook dat je die sportmensen en zo... Die ook, doen dat allemaal. Stuk voor stuk. Ja, je wilt niet weten, je wilt misschien wel weten, maar dus die hebben iets in hun hoofd waar die echt opzeggen om te bereiken. Ja, de topsporters, maar ook de andere mensen. Ja, ja, ja. Dus het is echt voor iedereen. Ja. Dan de V is vrolijk. En dan denk ik aan Poe. Ja. Ken je dat beertje? Ja. Met die honing. Ah, wel, ik ben met een honing op stap. En ik vind vrolijk zijn heel belangrijk. Ja. En als ik wat honing met u kan delen om u blij te maken. Of om u te healen. Of whatever. Ja. Krijg je honing van mij. Ja. En dan heb ik E. En dan komen we misschien heel waarschijnlijk met het pionierschap waar jij het over had terug. En dat is eerste. En daar heb ik even heel moeilijk mee gehad. Ik had zoiets van eerste. Lieve. Maar net zoals mijn topsporters, moet ik ook de eerste willen zijn. Ja. En moet ik ook het succes willen uitdragen en er blijven voor gaan. En gelijk welke leeftijd dat we hebben. Please, het is dus nog niet gedaan. Er moeten mensen de eerste zijn, hè? Dat is het, hè? En toen had ik er vrede mee. Ja. Dus dat zijn dan mijn woorden. Allee, mooi. Dank je om te delen. Zeg. Oh, met plezier. Oh, ik ga die oefening doen. Doen, zo. Doen. Als ik morgen in de yoga, zo, want ik sta in de ochtend mee. Ik ga dat even doen. Ja, doen. Dat is heel echt leuk. En dan dus echt ik zou zeggen, opschrijven. Iedereen, hè. Dus een gratis, ja, allemaal doen. Allemaal tip, doen. Ja, ja, super. Ik zie dat je van die mooie kaartjes bij hebt, lieve. Wit goud, dat trekt mij natuurlijk aan. Vertel eens, wat gaan we daarmee doen? Als ik nu eens tegen jou zeg, trek er eens gewoon eentje uit. Het kan in 2 richtingen werken, maar we gaan het nu in deze richting. Jij mag zelf lezen wat erop staat. Je uitstraling komt van binnenuit, absoluut. Wat wil je uitstralen? Ja, dus stel je komt in een workshop bij mij binnen of je komt gewoon één op één gesprek, je komt voor een coaching binnen. Dikwijls vraag ik aan mensen... Wat denk jij dat er aan de hand is? Of wat wil jij? Of waar wil je naartoe? En dat antwoord is dikwijls heel moeilijk. We zitten toch wel in een tijdsgeest waarin er zoveel informatie is. Ja, en dat te veel aan informatie
maakt dat mensen het niet meer weten. En dan zeg ik, geen probleem. Zij weten het altijd. Ja. Dus had jij nu binnengekomen en ik had u gevraagd, waar ben je mee bezig? Jij gaat me daar een antwoord kunnen aan opgeven, maar stel dat je niet meteen een antwoord had, want dan eigenlijk past dit perfect, want dit zou jouw antwoord toch geweest zijn aan mij. Ja. Gina, wat wil je bereiken? Ja. En dit is het, hè. Ja. Jij wil wat jij van binnen voelt, uitdragen. Ik ben ermee bezig, hè. Voilà. En dat is dit. Ja. En eigenlijk zijn die kaarten altijd juist. En dan, als hier de vraag staat, wat wil je uitstralen? Ja, dan weten we toch perfect wat jij elke keer wil doen. Ja. Als jij mensen uitnodigt. Ja, inspireren. Hè? En inspirerende mensen hun dingen extra laten. En extra dingen doen. En verbinden. Ja. En dat. Dus, en dat is dus Is leuk. Hetgene. En die kaartjes, die gebruik je ook in je coaching? Of kunnen die kopen? Want of zit die bij je kan ze ook kopen. Ja. Ik zou zelfs voorstellen dat we dat iemand cadeau doen. Ah, dat is een goede. Oké, maar ze moeten er iets... Ze mogen er iets voor doen. Wat gaan we Als ze willen, moeten ze er iets voor doen. Wat zou een vraag kunnen zijn? Voor wie dat kaartenset van Lieve Buurt graag wint? Oké, nu maak ik misschien de doelgroep wel heel... Misschien iets te klein. Ja. En roep me dan alstublieft tot de orde. Ja. Iets wat inspireerde vanuit het boek. Ja. Of vanuit The Change. Of, ja, dus dan moet het al lezer zijn geweest. Inspirerend uit dit gesprek, wat ze ermee doen, bijvoorbeeld. Dan maken we het groter. Dat we het groter maken en we gaan ze ook wat meer tijd geven. Weet niet wanneer dat dit exact... Maar ik heb dat allemaal losgelaten. Deadlines. Wij sturen dat op wanneer zij het geven. Dus van alles wat we verteld hebben... En dan onder het filmpje? Onder het filmpje... Gewoon even zeggen, dat inspireerde mij. Ja. En dan met de hashtag beliefkaarten. Ja. Voilà, beliefkaarten. Dus dat gaan we doen. Wat inspireerde je uit ons gesprek? En wat neem je mee? Of wat ga je mee doen? Allee, je mag echt... Beliefkaartjes komen eraan. Voilà. En dus... die heten niet belief, omdat ik liever heb. Belief, dat is mooi. Lieve, ik zou nog zo lang met jou kunnen babbelen, hè? Maar kom nog een keer terug, want daar schijnt heel lange video's aan haken de mensen af. Dat snap ik ook, mensen zijn te druk en daar heb ik wel begrip voor. Ja, het is dat, hè. Maar wat ik altijd leuk vind, want we doen dit naar aanleiding van 10 jaar Change, en laat ons zeggen dat we elkaar nog heel veel gaan zien, maar dat we nu zeker ook binnen 10 jaar terug zitten. Dus in februari 2030... Dan ben ik alleen een beetje witter. Voilà. En wat heb jij dan bereikt? Want jij leert de mensen ook affirmeren en visualiseren. Maar dus binnen 10 jaar, wat ga je mij vertellen? Dat is zo'n schitterende vraag, want tenslotte is dat ook de vraag die ik stel. Ja. Aan de mensen, ja, als jij iets begint, dan is het over 5 jaar heel waarschijnlijk. Of over 6 maanden, soms is het die vraag ook. Dat is een hele goede vraag. Dank u. Want op dit moment leef ik het leven en op alle gebieden heb ik eigenlijk al mijn, dus de law of attraction, heb ik alles aangetrokken hoe ik het wou. Wauw. En leef ik het ook helemaal. Ik leef in het huis wat ik wil, ik doe de job die ik wil. Maar misschien zit ik op een kenterpunt, ik heb er de leeftijd ook voor, want ik ben iemand, workaholic ga ik mezelf niet noemen, maar ik doe mijn job wel zo heel graag. Heel dat graag. Is ook een valkuil, hè? En dat is een valkuil. Ja. En ik was in de week bij een vriendin van mij gaan eten en die zei, nu heb ik u toch al wel heel dikwijls het woord agenda, hoor zeggen. En altijd in de context van, het agenda zit boordevol. En misschien moet ik over 10 jaar hier eens komen vertellen. Niet een goede balans, want het is allemaal perfect. En het omdat voelt je het allemaal... zo graag doet ook, dat is ook belangrijk. Er is absoluut niks aan de hand. Maar misschien zou het fijn zijn om een balans te vinden waar ik af en toe iets meer... Want ik ben ook een gezelligheidsmens. Mm-hmm. En dat is nu alleen op... die ene dag in het weekend dat ik dan vrij ben en dat ik zo door de week een keer
met gezellige potten en pannen aan het ronddraken. Ja, dat is wel zaak, ben ja. Thuis en misschien nog eens mijn interieur. Niet veranderen hoor, ik ga zeker niet verbouwen. Het is allemaal goed zoals het is. Ja, wel ja, ik ken dat. Dus, maar iets meer thuis en dit is een primeur die jij misschien mag horen. Okay. Ik ga aanbieden voor de mensen dat ze mogen een onderdompeling komen doen in het positieve leven in een luxe suite bij mij in de praktijk. Oh, dus dat je gaat nu ook in de stijgers. Oh. Maar dat wil dan ook zeggen dat ik die dagen geen afspraken aanneem. Dus dat je 3 dagen gewoon volledig kan ondergedompeld worden om eens een boost te krijgen of om er contact mee te maken. Of soms voor 1 keer echt te moeten gaan. Maar misschien moet je dan toch wel best op voorhand weten, ik ben dan streng. Ja, ik bedoel, het is een investering in jezelf. Ja, ja, ja. Wat ik niet mensen laat doen en wat ik werk altijd mezelf beloofd, bij mij kom je niet met geld gooien. Hm. Als je de investering doet, dan moet er ook gewerkt worden. Ja, ja, dus ja. Als dat iets is wat dat ze willen, dan is dat ook hetgeen wat ze zichzelf moeten beloven. Niet aan mij. Ja. Zichzelf. De belofte aan jezelf. Dus, en dat staat nu eigenlijk een beetje in de stijgers. Okay, dus de suite zijn we aan het klaarmaken. Ah, maar dat is dus echt suite. Je kan sauna doen. Je gaat wandelen in het bos. Dus morgen staan we op en mediteren we. En jij bent daar dan... Ik draai daar en ik breng een smoothie. Oh. En ik zeg, we gaan even mediteren. En smorgens doen we een beetje yoga oefeningen. En s'avonds mediteren we opnieuw voordat je gaat slapen. Wauw, dank je wel voor de primeur. En ik denk dat er heel veel changes, als ze dat horen, dat wel eens zou kunnen dus in het groen, hè? Ja, zo groen als de foto's hier. Een prachtige plek. En wel, wie weet kom ik ook wel een keer, hè? Altijd welkom, dat zou pas wel. Dat zou mooi zijn, hè? Dan sluiten we af met een bubbelje, hè? Ja, dan ben ik ook zo. Nee. Dus het leven... Dat wil niet zeggen dat het anders saai is, maar nee, het evenwicht tussen... Ik zeg altijd, we leven hier... Van mij mag een alcoholvrije bubbel zijn. Ja. We leven hier waar dat er allemaal is en daar bewust mee omgaan. We moeten hier op de aarde bewust onze stapjes en onze voetjes neerzetten op de aarde. Zonder de verbinding te verliezen met alle informatie en van alles wat we niet zien. Hè. Ja, absoluut. Dat is die onzichtbare wereld. Het onzichtbare en het onbekende is zeker ook aanwezig. Even belangrijk, absoluut. Ja, ik weet niet, want de timer is zwart, dus ik zie niet hoe lang dat we bezig zijn. Maar, ik heb ook wel eens gekeken. Ja, super getimed. Wow. Lieve, we gaan afsluiten met één. Heb jij nog een ultieme wens of droom of tip? Als mensen jou nu bezig horen, dat ze zeggen van, my city lieve, ik zit zo en ik, alles wat ze zeggen, weet ik wel. Ja, maar nu morgen, we weten het zo, echt allemaal. We weten het allemaal, hè. Maar ik zit zo en dan begint het, hè. En de hele scheiding, dan de kinderen druk leven. Maar is er één tip, of dat je zegt van, doe dat een keer vanaf morgen. Ik heb echt 1 grote wens voor iedereen. En daar zou het leven, ik ben er zeker van, een stuk mee verbeteren. Trouwens, ik doe het zelf. Okay. Elke dag. En dat zou dan de tip zijn, 5 minuten per dag. Van mij hoef je je ogen niet te sluiten. Mm-hmm. Maar wel heel diep ademen. Tasje thee. 5 minuten. En kijk naar uw thee en denk alleen aan ademen. Mm-hmm. En scan zo eens heel even je lichaam. Dat heeft iedereen al ooit eens gezegd. Maar doe, 5 minuten. 5 minuten op een dag. Die heb je zeker. Hoe druk het programma ook is, en geloof me, ik weet wat drukte is. Die heb je zeker. Dat is gewoon, oké, ons lijf heeft geen knoppen en misschien vinden we toch wel knoppen. Maar 5 minuten. Ja, dat vind ik echt, als je daar niet in iedereen heeft, dan zou er een wens van mij in vervulling gaan. Want ik weet dat dat allemaal andere mensen gaan worden. Ja. Dat gaan allemaal mensen zijn die elkaar veel beter begrijpen. En dat is misschien de onderliggende wens.
laten we elkaar dus allemaal ja, iets meer begrijpen. Ja, absoluut, absoluut. Ik vind dat een hele mooie wens en tip om mee af te sluiten. En degene die ja, iets willen overdelen, van ja, ik doe dat en ik doe dit en zo, of dat voel ik, of het ging niet, of ja, erop. Het dus, mooiste is wanneer mensen ja, nu iets delen ja, hierover. Ja, dat mag je zeker delen hieronder de post. Voor de rest, lieve, ik ben zo blij dat ik jou ken. En ik ben het heel is altijd zo inspirerend. Ik ga je dikke knuffel geven. Merci bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, graag gedaan. Heel fijn. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Dag.